In de vorige aflevering zagen jullie hoe we de laatste hand legden aan de vloer door de randjes te plaatsen. Ook hebben we het hele bed afgemaakt, wat een enorm groot werk was. Met veel passen en meten, omdat niks in de bus gelijk loopt. In deze aflevering kruip ik weer onder de bus om daar wat dingetjes op te lossen. Ik laat jullie ook zien welke spullen ik allemaal heb aangeschaft voor in de keuken. En we bouwen de gehele keuken. En dat avontuur is ook echt niet makkelijk. Mark ben ik, kunnen wij het maken? Mark ben ik, bouwt een bus. Hier zo hebben we nu de stoel staan. Dat is de achterstoel, zeg maar. Daar had ik er eigenlijk een dubbele van. Maar we gaan er maar twee terugzetten. Want we gaan nooit met meer mensen dan vier. Dus ik kan wel 7 stoelen erin hebben. Maar ja, nu heb je een mooie doorloop naar voren. Het enige is dat hier natuurlijk nu een vloer is gekomen. En dat die daar doorheen moet. Dus hoe gaan we dat doen? Ik ga vanaf onder de bus naar boven boren bij deze gaten. Zodat we weten waar deze moet. Deze in het midden zit onder de dieseltank. Dus dat kan niet. Dus deze moeten we dan vanaf boven boren. En dan komen we dus weer in het originele gat uit. Daar heb ik andere schroeven voor. Zodat we die dus ook goed vast kunnen zetten. En dan heb ik hier twee mooie stoeltjes. Ik neem jullie ook even mee onder de bus. Het is hier wat krap. Maar hier zie je een aansluiting zitten. En hier midden in de chassisbalk ook. Maar die moet ik vanaf boven boren. Maar deze die kan wel vanaf beneden. Dus deze ga ik nu hier inboren. Ik heb nu een klein boortje omdat we toch vanaf boven alles willen boren. En daarmee ga ik nu even een gaatje maken zodat we precies weten waar die zit. En dan doen we de rest lekker vanaf boven. Je ziet hier trouwens al die schroeven zitten in het chassis van de vloer. Die hebben we ook gewoon doorheen geboord. Zie jij iets? Heb je hem? Dat is de voorkant. Kan ik er onderuit? Ja. Zo, even binnenkijken wat ik precies geboord heb. Een boortje 4, dan natuurlijk veel groter nodig voor die bouten. Als het goed is, zag je hem hier ergens naar boven komen. Dat is het gaatje, ja. En dan is het even kwestie van de stoel daarop zetten. En dan kun je zo alle gaten afstiften. Nadat we de gaten vanaf boven hebben afgetekend, is het tijd om alles door te boren. Vanaf onderuit heb ik nu ook de bouten doorgedrukt naar boven, waar dus de stoel op gaat komen. En aan deze kant gaat hij in zijn eigen tapgaten. Dus dat gaat mooi worden. Zo, de gaatjes zijn doorgeboord. En nu gaan de schroeven er weer op terug, de doppen. Na een aantal dagen van enorm hard werken is het nu vandaag tijd om heerlijk in het zonnetje wat meer ontspannen werk te doen. Gisteren ben ik ook naar de IKEA geweest, nog buiten het werk aan de bus. Heb daar niet kunnen filmen in verband met de coronamaatregelen, hebben ze dat liever niet. Ik heb de spulletjes wel allemaal achter in de bus liggen. Dat ga ik jullie laten zien. En vandaag ga ik wat dingen bestellen online voor de bus. Een koelkast, waterpomp en dat soort dingen. Ik was net al even begonnen met het uitzetten van de keuken. Dit is een beetje hoe de keuken uitgezet gaat worden, zodat ik een beetje weet hoeveel ruimte ik heb. Ik heb de maat ook opgeschreven. En de keuken loopt tot en met hier door. Hier komt een achtermuur bij de keuken. Ik weet niet of ik dat al verteld had. De keuken hier die komt helemaal tot de deur hier met een frame. En daaronder komt de douche. Een soort van handdouche. Het is ook wel een bibetdouche genoemd. En die kan ik gebruiken om eventueel hier zo buiten je voeten af te spoelen of jezelf af te spoelen. Er zit ook een zuignap bij die ik op de bus kan maken. Dus kan ik hier eventueel ook buiten douchen. Mocht ik ergens in de wildernis staan of zo. Of echt heel vies zijn, dan kan ik mezelf daar afspoelen. Hier zo aan de zijkant, onder het kastje, komt de waterpomp. Ik heb een waterpomp net online gevonden die 2,1 bar kan leveren. Dat is enorm veel. Dus daar ben ik onwijs blij mee. En die gaat daaronder komen. En wat ik dan in het gedeelte hier wil, dit gedeelte wat hier overblijft, daar wil ik 2 jerrycans hebben staan met schoon drinkwater erin. Dus niet de jerrycans achterin, wat ook achter de as zit, maar gewoon lekker hiervoor. En dan eentje natuurlijk voor het vuilwater. Het leuke en eigenlijk echt geweldige hiervan is, het kastje loopt tot hier. Het kastje is ongeveer 1 meter hoog en dat houdt in dat deze klep ook 1 meter naar buiten kan. Tot ongeveer deze hoogte, echt de chille hoogte. En zo kunnen we dus ook buiten een tafel creëren. Je kan dus buiten eten doordat je de klep eigenlijk van de watertank naar buiten doet. Dus kun je heel eenvoudig door die klep de watertanks bijvullen. En heb je door de achterkant van de keuken ook een enorm mooie tafel waar je buiten op kan eten. En hier zo onder komt de wc. En daarbovenop zit het blad. En het mooie van dat blad is dat dat open kan. En dan kun je dus heel eenvoudig hier beneden bij de wc. De deurtjes hiervoor gaan ook harmonica open. Dus het middenstukje zit een scharniertje in, zodat je hem eenvoudig open kan doen.
en weer open kan zetten voor wat privacy. Dus hier heb je een nood-wc, kastje met waterpomp en de watertanks met de kraan erboven. Ik denk dat ik zo wel weer genoeg heb gezegd over de keuken. Dus laten we snel even kijken wat ik precies allemaal gekocht heb bij IKEA. Dat is onder andere dit dekbed. Ik heb gekozen voor een niet te donker dekbed. Ja, het is een geel randje, maar ja, pas wel mooi bij de bus eigenlijk. Dus niet te donker, dat maakt hem heel erg donker. Ik heb gekozen voor een afwateringssysteem wat flexibel is. Zoals je kan zien zit er een mooi tuitje op, wat dan ook weer in zo'n tank kan om het vuil water in op te slaan. Hij is er ook zo eenvoudig van af te halen van de tank, zodat je het vuil water kan legen. Dit is uiteindelijk de kraan geworden. En het mooie van deze kraan is, hij is ongeveer 13 centimeter lang, dus komt mooi boven de wasbak uit. En heeft, ja, is ook niet te hoog, dus dat is ook wel echt super chill, dat je niet een mega kraan hebt boven je gootsteen. Dit is het zeeppompje. Ik wilde toch ook wel een zeeppompje erbij. En het mooie van dit zeeppompje is dat dit gedeelte eigenlijk onder de tafel zit. En zoals je daar ziet, heb je het zeeppompje wat er dan bovenuit komt. Daar aan de bovenkant komt dus het kraantje. Hier aan de zijkant komt het zeeppompje. En zo heb je dus een hele mooie gootsteen. Maar waar ik eerst mee ga beginnen is met de bus gasbranden. Je zal misschien denken, hoezo gaat hij met de gasbrander over zijn bus heen? Nou, deze randen die hieronder zijn, zijn vrij dof geworden. En met een warme föhn of iets kon je dat er goed maken. Die heb ik niet. Dus ik ga het op mijn eigen manier doen. Ik ga even mijn bus met een gasbrander bewerken. In de hoop dat de kunststofgedeeltes die hierop zitten, dat die weer mooi nieuw zwart worden. En er zaten ook wat schades op de deur. Wat krasjes erop. Dus mogelijk dat die ook hiermee weggaan. Dus laten we snel de gasbrander pakken. Ik heb net even zonder camera de hele bus gedaan, omdat het natuurlijk wel echt een precisiewerkje is. Ik niet te veel mijn lak wil beschadigen. Maar ik heb expres het stukje onder de dieseltank, omdat ik dat ook best wel een risicovol gedeelte vind. Ik hem eerst even goed schoon wil maken. Die heb ik overgeslagen, maar moet je zien wat voor verschil je hierop kan zien. Dit is dus het gedeelte bij de dieseltank. En zo zag het eruit. Het was heel grauw geworden allemaal. En de gedeeltes die hier zijn, die zijn nu bewerkt. Deze is bewerkt en die is bewerkt. Maar kijk wat voor verschil dit is. Dit is echt enorm. Ik ben zo blij hiermee. En als je ook aan de andere kant kijkt, je kunt het misschien vanaf afstand nog wel een beetje zien, maar hier hebben heel veel krassen op gezeten. Zeker als je vanaf dichtbij kijkt, zie je ze misschien nog. Maar deze krassen zijn nu helemaal weer meegegaan in het kunststof, of weet ik veel waar dit van gemaakt is. Dus dit is echt heel erg van opgeknapt. Wauw, wat is dit mooi geworden. Hij glimt nog een klein beetje van de schoonmaakmiddel, maar alles is nu weer egaal zwart. Super mooi geworden. Ook heb ik vandaag deze koelkast gekocht. Helaas was die echt enorm duur, maar ja, dat hoort erbij. Het voordeel van deze is dat hij op gas werkt, 12 volt werkt en 220. Dus heel erg fijn kan werken en onder alle omstandigheden. Vandaag gaan we aan de keuken werken. Het kastje had ik zelf al staan. Ik moet dan wel een nieuwe kopen voor thuis. Die gaat bij mij binnen. Maar we zijn nu even aan het opmeten. Ik had het al gisteren uitgetekend op de grond. Dus het is een kwestie van nu de maat opnemen. Moet je naast zetten of erop? Dus wil je erop of ernaast? Waarop zei je? Aftekenen. Erop. En dan hier pootje. Ja. En dan die kant op. En dan zo terug. En toen was het tijd om alle verschillende balkjes die we hiervoor nodig hebben af te tekenen en af te zagen met de decoupeerzaag. Dat gaat wel ergens op lijken. Daar komt dus nog een balk op die naar deze kant komt. Hier loopt nog een balk die zo gaat. En dan heb je al wel niet redelijk wat van de keuken, maar deze kant is dan al wel redelijk nice. Tijd om alle stukjes netjes in elkaar te maken zodat het kastje hoger wordt. Een stukje voorboren. Schroefjes erin. Precies. Die kant precies mooi. Netjes. Thank you.
Wat je hier ook ziet, en dat is altijd het nadeel van het bouwen in een bus. Het is wel onze eerste bus, maar je moet zoveel hoekjes maken, omdat dit allemaal dat loopt niet gelijk. Dit loopt niet gelijk. En zo moet je dus elke keer overal omheen bouwen. Maar kijk hoe mooi strak we dit bouwen. Inmiddels begint het al een heel kunstwerk te worden, omdat we daar ook iets van een bak willen maken waar dan de douche in komt te liggen, de buitendouche. Is dat dus ook hoog, gaat het daar naar beneden en vervolgens weer hierheen. Dus we hebben een hele mooie constructie. Het kastje staat er nu hier in het midden op. Hij is natuurlijk nog niet helemaal klaar. We zijn het helemaal aan het fine-tunen. Het volgende wat we moeten gaan doen is het blad erop leggen om te kijken hoe hoog het is of het goed is. En omdat er in een gedeelte een wc komt, moet die twee keer gezaagd worden. Eén keer in de dwarslengte en dan één keer nog een achterklein stukje, zodat die lekker open gaat. Maar om dat te kunnen doen, moet eigenlijk even alles uit de bus. We kunnen nu nergens in de bus lopen. Dus het eerste wat we gaan doen is alles uit de bus halen, zodat we genoeg ruimte hebben. Blad erop leggen, blad op maat zagen, het stukje van de wc zagen en het achterstukje zagen. En dan zijn we alweer een heel eind gekomen. We hebben het aanrecht nu uitgepakt, die gaan we hier bovenop leggen. Maar ik wil jullie even met trots laten zien hoe mooi aanrecht het is. Je ziet door de zon een klein beetje raar daar. Maar kijk hoe mooi, super glad. En het wordt ook het bureautafel die hier aan deze kant komt, wordt daarvan gemaakt. Echt heel strak. Kijk hoe mooi dit eruit ziet. Hier zo komen dan nog balkjes. Die gaan we nu aan het opmeten om het aanrecht vast te houden. En daarna gaan we natuurlijk die schotten zetten. Zodat hier zo het watergedeelte komt. De pomp komt daaronder. En daarachter waar nu die plank staat is de wc. En die klep gaat dus ook naar boven open. Dat wordt daar vastgezet. Dus dat wordt echt super geweldig. Aan deze kant zit nu ook een frame. Dat is het frame waar de kast op komt. En we hebben nu aan die kant het frame. En hierop komt het aanrechtblad. Dus dit is wat we nu helemaal gefabriceerd hebben met hoekjes en noem het allemaal maar op. En daar gaat nu de kast opgezet worden. Zo, hij staat op zijn plek. Kastje erop en dan kan het blad afgemeten worden. Moet natuurlijk wel zo en zo nog ingezaagd worden. Daar moeten we daar nog even wat op verzinnen. Maar volgens mij gaat hij dan daarop leunen en op die kast. Dus dan is dat helemaal perfect. Dit is 54, dit is 53. 54, wordt hij 58. Zo'n 58 maken, dan leunt hij. Kijk hoe ver is 58? Tot daar. Ja, dan leunt hij daar wel lekker op. Staat op 4 centimeter. Dus beide kanten 4 centimeter, ja, daar kan hij lekker op leunen. Ja. En dan lijkt het me handig dat we niet op het tafelstreepje zetten. Of heel klein daar, ja. En dan met tape een hele mooie lijn kunnen zetten. Om de zijkanten zoveel mogelijk mooi te houden, niet te verplakken, zagen we hem hier af. Dat wordt zeg maar het gedeelte van het wc. En dan vanaf daar tot en met hier ergens wordt dan het keukengedeelte en dat middenstuk valt weg. Zo hou je die mooie kant en je houdt die mooie kant. En die kanten hier in het midden die plakken we dan netjes met van die strips. Deze kant wordt 85 en die zijn we nu aan het uitmeten, uittekenen, tape plakken. Zo. Stof is eraf, de bus kan weer open. Nou, netjes. Ja. Wat goed. Wat goed. Gaan we daar nog een klein beetje inzagen. Ja. Even vakkundig afgetaped. Of getaped, geschreven. We hebben hem natuurlijk netjes hier afgemeten wat hier het verschil was. En dat is wat daar nu netjes uit gehaald moet gaan worden. Zo, alles netjes afplakken.
om zo meteen precies kunnen zagen. Die loopt schuin dit zo. Oh, die gaat ook echt dit mee doen, dat hij helemaal past. Maar dat wordt zo ver. En door de decoupeershaag een klein beetje schuin te houden, lukt het mijn vader zelfs om in de exacte hoek schuin te zagen. Nou, dat past echt precies. Dit is gewoon een kwestie van afkitten. Hij past er helemaal tussen. Dit netjes strak. Hier komt natuurlijk nog een mooi randje op aan deze kant. Die kitten we er straks op. En dan past hij er precies tussen. Dit onderstukje is dus echt zo mooi schuin afgezaagd. Het was eerst zo recht. We hebben dit schuine stuk er ook uitgehaald. Zodat het prima aansluit. En nu is het tijd om het stripje te monteren. De keuken gaat nu ook vast aan de vloer. En we hebben hem helemaal nagemeten. Zo, die gaat die kant meer op. We zetten het kastje ook van binnenuit vast voordat zo meteen de lades erin gaan. En daarnaast zagen we ook het achterstukje van het aanrecht af wat bij de wc komt. Het stukje dat er straks voor gaat zorgen dat het blad ten hoogte van de wc omhoog kan. Ook de scharnieren die we hiervoor gaan gebruiken maken we op maat. Nou, perfect. Hij blijft natuurlijk niet vanzelf staan, maar daar komt een clipje op. Perfect, wat vind je ervan? Mm-hmm. Mooi, hè? Hier, perfect. Dit gaat zo omhoog. Daar wordt hij vastgeklipt. Hieronder is een wc. Hij blijft niet zelf openstaan, maar anders had je echt veel te weinig ruimte voor je rug. Dan kak je met een niet rechte rug. Ja, perfect. Mooie kant zit ook hier. Ik kan hem nog één keer open doen. Hier, ziet er toch perfect uit. Die hebben we net opgemeten en die is precies 50 en we hebben platen van 50 en de hoogte die is precies de 84, dus dat hebben we nu uitgemeten. De zijkant is precies 60, wat mooi uitkomt, dus het komt allemaal uit. Aan deze kant komt ook 60, omdat dat de tafel is en die hebben we daar al staan. Maar die moet nog gezaagd worden, maar dat hadden we van vorige keer van het bed over. Yes! Gezaagd en wel. Ik moest even helpen, dus ik kon niet filmen, daar gaat hij. Het kastje erin, het laatste stukje tape weg. Kijk hoe mooi die aansluit. Zelfs een klein beetje spanning erop voor de werking. Deze natuurlijk iets rechter zo. Die gaan we zo meteen nog vastzetten. Tijd om het stuk wat we voor de zijkant gaan gebruiken op maat te maken. Oh, we gaan daar beneden een mooi hoekje maken. Hoogte opmeten en dan gaan we zo'n stukje eruit halen. En dan wordt het een mooi bakje. Zoals je hier beneden ziet. Super mooi. Hier is nog wel een klein beetje ruimte, maar dat wordt lekker afgekit. Zodat het ook mooi waterdicht is allemaal. En dan hier binnenin is een heel groot vak waar mijn watertanks, mijn afvoertank, hier komt mijn gootsteen bovenop. En hier komt dan een klep, die gaat zo naar voren open. En dan hebben we hier gelijk een tafel. Nou, netjes hoor. Inmiddels zitten zij en achterplaat al redelijk vast, we moeten nog een paar dingetjes doen. Maar we hebben het gedaan met schroefjes. Zo hier aan de binnenkant. Wat ik echt niet zou willen is dat er aan de buitenkant dus schroefjes inkomen waardoor je schroeven ziet. Het moet gewoon mooi, het moet strak en daarom hebben we het gedaan met hoekjes en hele kleine plaatschroeven. Niet plugschroeven, plaatschroeven. Het zijn 5 mm of zo, half centimeter, dus die passen er dan precies in. En dan krijg je hier een mooie egale keuken die hier aan de achterkant ook netjes doorloopt. Waardoor overal deze rand gelijk is. En je nergens hier schroeven hebt om de keuken vast te zetten. Tot zover vandaag. Het is al vrij donker aan het worden zoals je ziet. En we zitten nu nog in de tijd. We zitten nu in juni. Begin juni, echt helemaal. Begin 2 juni volgens mij is vandaag. En het is nog super lang licht. Het is al super laat in de avond. Eigenlijk heb je totaal nog geen idee dat de tijd zo snel is gegaan.
Maar kijk wat we vandaag gedaan hebben. Een heel groot stuk van de keuken is af. Je moet in zo'n bus natuurlijk alle ruimte benutten. Dus het is zonde om een heel stuk space hierachter helemaal vrij te laten. Terwijl dat je er ook kastjes kan maken. Dat je daar de wc kan maken en dat soort dingen. In deze video zijn we al heel ver gekomen. In de aflevering van volgende week gaan we onder andere verder met het maken van het speciale klepje aan de achterkant. Ook gaan we verder met het maken van de keuken en proberen we de hele keuken af te ronden. Ook plaatsen we onder andere de kraan en beginnen we met het installeren en het uitzoeken hoe de koelkast werkt.